Robert Maaskant, NAC laat hier hele dure punten liggen tegen Dordrecht. Jij was pislink zo te zien. Ja, ik vind dat wij vandaag heel dik hadden moeten winnen. De spelopvatting die we gehad hebben, met de kansen die we gecreëerd hebben. Ja, dan geef je het weg. Dat, zo vind ik dat inderdaad. En dat neem ik mezelf kwalijk, dat neem ik mijn ploeg kwalijk. En dit is niet goed, want we hadden nu een hele goede stap kunnen zetten richting directe handhaving. Dat kan nog steeds overigens, maar we hebben het onszelf wel weer moeilijker gemaakt. Het verval in die tweede helft, waar lag het aan? Instelling. Gemakzucht. Geen duels meer winnen vooral. Ik denk dat vooral de voorste vier daar de debet aan waren. En het tweede, heel simpel, het afmaken van je kansen. Want ook in de tweede helft krijgen we nog een paar dotten van kansen. En die laten we ook liggen. Bij die 2-2, jij ging echt helemaal uit je dak. Je was woedend. Je sloeg tegen het ratje van de koud en dat sneuvelde. Zo gefrustreerd? Nou, blijkbaar. Ja goed, je kan nou heel rustig zijn, maar toen was je echt aan het kookpunt, denk ik. Ja, dat is ook niet zo slim van me. Dat heeft ook geen enkele zin. Maar ik moest blijkbaar mijn woede even kwijt. Want je ziet dingen aankomen op een gegeven moment. En dat probeer je met coaching proberen het op te lossen. En dan valt er een goal uit een corner. Nou, dat vind ik helemaal belachelijk. Ja, de kleinste man van het veld. Ja, die komt er binnen. Ook nog eens. Dus dat vind ik, dat is niet sterk. En daar was ik kwaad over. Maar goed, niet zo slim, niet zo verstandig. Het is ook niet zo heel stevig plastic trouwens. Wat heb je tegen die jongens gezegd na afloop in de kleedkamer? Dat hou ik voor mezelf. Dat zijn woorden die ik met de spelers deel. Dit is een groep die het fantastisch gedaan heeft tot nog toe. En vandaag eigenlijk 40 minuten het niet goed gedaan heeft. Desondanks hadden we vandaag gewoon dik moeten winnen. Maar wij komen hier met z'n allen wel weer uit. Maar het is wel even een domper. Wat overheerst nou bij jou? Is dat teleurstelling, woede of misschien zelfs wel schaamte van wat er gebeurd is? Ja, schaamte niet. Ik heb vandaag een NAC gezien wat 10 goals kan maken. Daar hoef je denk ik volgens mij niet voor te schamen. En ik ben wel kwaad over hoe we het gedaan hebben en waarom we punten hebben verloren. Maar goed, met kwaad zijn schiet ik niks op. Ik moet het weer oplossen en ik moet deze ploeg morgen weer op de rit krijgen. Zodat we uit naar Ajax en dan thuis tegen Heracles nog steeds het verschil kunnen maken.